Tom, 3 jaar weer ADO Den Haag. Je moet ongelooflijk blij zijn. Ja, ongelooflijk blij, ongelooflijk trots dat ik voor 3 jaar weer bij mag tekenen. Ik ben super blij. Je had er niet aan moeten denken dat je volgend seizoen wellicht ergens anders zou moeten beginnen. Nee, op dit moment zeker niet. ADO zat alleen in mijn hoofd. En gelukkig zijn we eruit gekomen. Ik wist het al een tijdje. We hebben het in overleg nog even stilgehouden. En nu is het eindelijk naar buiten. En ik kan het tegen iedereen vertellen. Het heeft toch nog wel eventjes geduurd. Je zegt zelf, ik wist al wat langer, we hebben dat stilgehouden. Daar zal ook een reden voor zijn. Ja, precies. Die reden, dat is altijd... De exacte reden weet ik ook niet. Maar ADO wil het ook spannend houden. En weet ik van net voor de vakantie. En misschien, we zaten natuurlijk in de play-offs. En dat de focus puur op de play-offs was. En nu zijn we eruit. Nu hebben we vakantie. Dus dit was een mooi moment. Ik sprak in ons programma wat vrijdag wordt uitgezonden met Aad de Mos. Die zei, nou, Tom Beugelsdijk heeft duidelijke stappen gemaakt dit seizoen. Hij heeft woord gehouden. Geen randverschijnselen, echt geconcentreerd op het voetballen. Ja, dat is een supermooi compliment. En ik had het ook al gehoord en gelezen. En dat is toch een grote meneer in de voetballerij. Dus als hij dat over je zegt, dat vind ik fantastisch. Verdedigend sta je altijd je mannetje, maar je was met name ook dit seizoen, vond ik opbouwend. De lange bal kwam vaak erg goed aan. Ja, veel geoefend. Ja, en wat je zegt, verdedigen, dat zit altijd in me. En ik probeer me nu echt ook te ontwikkelen in het voetballende gedeelte. En dat gaat inderdaad een stuk beter en dat kan nog beter. En dat ga ik volgend jaar laten zien. Goed, dit is zo'n mooi jaar, play-offs gehaald, 7e plaats. Het zal niet meevallen, want volgend seizoen minimaal te evenaren. Nee, ja, we wilden dat wel zeggen eigenlijk. We moeten er alles aan doen om dat te evenaren. En het hangt er natuurlijk vanaf wat er blijft en wat er komt. Maar dit smaakt naar meer. Ik bedoel, ik wil dit gevoel, dat vind ik fantastisch. Dus dat wil ik volgend jaar ook. En daar moeten we gewoon alles aan doen. Goed, 3 jaar contract op zak. Ga je lekker met vakantie? Ik ga heerlijk lekker op vakantie. En dan beginnen wij eind... Voor mij 23 juni, 24, 25 juni beginnen we weer. Maar je bent er wel op tijd terug? Ik zorg dat ik op tijd terug ben.